Dit is ook het huiveringwekkende van bezig zijn met, zeg maar, de geplande dood. Je staat, zeg, met je neus bovenop de absolute onomkeerbaarheid van de dood. Je weet heel erg zeker dat deze tandpasta, die kan nooit meer terug in de tube. En dat is een rotgevoel. Dat is die huiver. Dat is de dood. En dat is iets waar, daar ben ik nooit aan. Dat is altijd weer een vervelende manier, hè, van je kop stoten. En dat is iets wat, nou ja, Siohan de filosoof, die zei, we gaan al eeuwenlang dood, zegt hij, maar de dood heeft zijn frisheid nooit verloren. En dat is natuurlijk zo. Sterft. Nou, ik zeg, het gaat natuurlijk over het sterven vanavond. Hartelijk welkom, dames en heren. Hartelijk welkom bij Studium Generale. Ik ben Rob van Duin, hoofd van bureau Studium Generale, programmamedewerker. Ik zie iemand zwaaien. Heeft dat in het midden achterin? Heeft dat ergens mee te maken? Gewoon, hallo, we zijn er ook. U verstaat het niet goed. Ik zal iets dichterbij spreken. Ik hoop dat het straks met de spreker in ieder geval goed gaat, die een microfoon van ons krijgt waarin hij spreekt, zodat hij wat vrij kan rondlopen. Hartelijk welkom nogmaals bij Studium Generale. We hebben even 2 weken pauze gehad in ons programma. Dat is omdat u natuurlijk allemaal hard gewerkt heeft voor de toetsweek. Of misschien heeft u een herfstvakantie gehad, dat kan natuurlijk ook. Dat betekent dat we eigenlijk toch nog een staartje hebben van ons programma van september en oktober. Maar volgende week weer volle bak beginnen met al onze collegereeksen en lezingen, waar u natuurlijk weer van harte welkom bent. U ziet ook, of u zag ook, een aantal dia's passeren met dat programma en ons nieuwe programmaboekje is uit. Het hedendaagse sterven. Ik vroeg me bij die titel toch een beetje af, is dat dan zoveel anders dan vroeger? Want sterven is sterven, we gaan allemaal dood en verandert er dan zoveel? En dat is natuurlijk wel zo als we kijken naar hoe lang we leven en hoeveel zorg er omheen is als het gaat om ziekte en in onze laatste levensfase. Maar ook hoe we dan dus kennelijk omgaan met de dood en het sterven. En dat hebben we zeker ook natuurlijk weer meegemaakt in een periode van coronajaren, waarin het om ons heen sloeg als het gaat om dood en in situaties die niet altijd even prettig zijn. En de vraag is dan natuurlijk ook altijd, waar vinden we in die laatste levensfase nog troost? Hoe gaan we om met die laatste levensfase? En tegenwoordig hebben we natuurlijk ook veel zaken rondom het euthanasiedebat wat wordt gevoerd. Er zijn heel veel mogelijkheden. Nog niet alles is mogelijk, maar we raken ook aan grenzen wat dat betreft. En daarover wordt veel gediscussieerd. Ik denk bij veel mensen misschien ook thuis aan tafel. Maar zeker op de momenten dat we zelf geconfronteerd worden met de dood van dierbaren of ziekte en ellende van u zelf. Ik ben heel blij dat Bert Keizer opnieuw te gast is bij Studium Generale om het hedendaagse sterven onder de loep te nemen. Hij is filosoof en arts, heeft heel veel gewerkt in verpleeghuizen, kwam daar natuurlijk heel veel sterfte tegen en heeft van daaruit heel veel nagedacht over hoe we met deze laatste levensfase omgaan. Hij heeft er ook veel over geschreven, ook columns geschreven, schrijft ook nu nog in de Trouw, als het goed is. En hij is ook heel erg betrokken bij de Levenseindekliniek. En als scanarts nog regelmatig wordt hij ingezet in Amsterdam om mensen in hun laatste levensfase, als het gaat om euthanasie, te begeleiden. Of in ieder geval te kijken of het inderdaad zover is. Hij zal spreken ongeveer een uurtje. En dan is er nog alle tijd voor vragen. Graag een hartelijk welkom aan Bert Keizer. Een stoel voor je. Gaat dit goed zo? Ja, oké. Dames en heren, goedenavond. Leuk dat u er bent.
Zijn er dokters in de zaal? Eentje. Nou, dus twee. Oeh. Nou, die durven wel aan, toch? Ik werk dus niet... Ja, die levenseinde kliniek, zo heette het. Maar jullie weten hoe dat er gaat bij een organisatie. Als je eenmaal een club hebt... Het begon met 12 artsen en verpleegkundigen. Maar de wet van... Ik weet niet of de wet van Murphy is. Maar er is een wet over organisaties. Dat als je een positie hebt... Dat je onmiddellijk moet proberen om een aantal mensen onder je te krijgen. Heb je? En dat, nou, dat is er binnen onze organisatie ook gebeurd. Zijn de directieleden van de organisatie aanwezig? Nee. Nou, dan kun je het wel zeggen, toch? En dus heet het nu Expertisecentrum Euthanasie. Met een nieuw logo en met een nieuw postpapier. En nou ja, je kent het, die hele... Maar goed, daar werken. Ik heb altijd gewerkt in verpleeghuizen in Amsterdam. 34 jaar. En toen mijn pensioen ging, had ik geen vrienden en geen hobby's. Dus ik dacht, ik moet weer wat gaan doen. En ben bij het expertisecentrum gaan werken. Het is echt een expertisecentrum. Men specialiseert in, zeg maar... complexe euthanasie. Daar zullen we het verder nu niet over hebben. Ja, ik wil even met u... Ik probeer iets te vertellen over het verleden. Ben ik goed te verstaan? Ja, doe ik het goed? Ja, ik ben een beetje een lispelaar. We doen iets over het verleden, omdat als we kijken naar waar we vandaan komen, dan snappen we een beetje waar we zijn aangekomen. Dus we gaan... De Romein zei, eerst is er altijd een Griek, en dat geldt ook vanavond. We gaan terug naar deze portretten van Anaxagoras, Hippocrates en Galenus. Dat is allemaal duimenwerk. Ik vind het wel jammer, maar daar hoef je geen enkele illusie over te maken. Die lijken niet op de mannen die er ooit op aarde rondliepen, als ze rondliepen. Van Hippocrates weten we bijna zeker dat hij niet bestaan heeft. Ja, dat is wel grappig, hè? Ja, zijn geschriften, die Hippocratische geschriften, die zijn over een periode van ongeveer 150, 275 jaar, hè, zijn die opgeschreven. En het is heel erg onwaarschijnlijk dat die ene hippo daar iets mee te maken had. Dus dat is een beetje... We beginnen niet helemaal vooraan bij de schepping van de aarde, maar wel een beetje vooraan in die zin dat een van de eerste, zeg maar, niet-mythische wereldbeelden heersten in de, zeg maar, pre-Socratische filosofen. En die zagen de aarde, de hemel, de wereld, als bevolkt door een aantal substanties. Heet, koud, zwarte gal, gele gal. Dus er was een soort balans in het universum tussen de verschillende krachten waar de wereld uit bestaat. Aarde, lucht, water, vuur, gele gal, zwarte gal, slijm en bloed. Wat jullie allemaal kennen is gele gal, als je tenminste ooit een kater hebt gehad en je bent aan het braken geweest. Slijm ken je ook, komt uit je neus, bloed ken je natuurlijk. Maar die zwarte gal heb ik nooit zo helemaal goed begrepen waar ze dat vandaan haalden. Het is wel zo dat als je heel veel bloed in je ontlasting hebt, dat je dan zwarte poep krijgt. Maar dat is niet zo, voor de hand liggend. Dus waar de Grieken die zwarte gal vandaan haalden, hè, melancholie, weet ik eigenlijk niet zo goed. Wat belangrijk is, is dat het ging om een balans. Het ging om een balans van deze stoffen in je lichaam. En als je ziek was, als het universum fout ging, dan was er een storing in de balans tussen deze vier in het lichaam aanwezige sappen. Er was dus een vorm van rechtvaardigheid en die uitte zich in een balans tussen de verschillende krachten die in het universum, maar ook in jouw lichaam, aanwezig waren. Het beeld is uiteindelijk ontleend aan de politiek van de Griekse stadstaat, waarin de verschillende facties, de aristocraten en de oligarchen en de democraten, die moesten eruit zien te komen en die moesten een balans zoeken tussen hun zeg maar, aparte belangen. Dit is een beetje een desastreuze leer, omdat tot ver in de 18e, begin 19e eeuw zijn we blijven denken dat als iemand ziek was, dan heeft hij te veel van een van die vier. Ja, dus dan zetten ze de patiënten, die oude artsen, die zetten de patiënten aan het braken. Ze zorgden dat ze diarree kregen. Of purgeren en ze tapten bloed af. En dat bloed aftappen, ja, dat was toch al een handeling. Ja, de dokter moest dan echt het lichaam in. En dan kon je ook zien, hè, dat hij wat deed, want er kwam een hoop bloed uit. Dit was precies zo desastreus als u denkt dat het is. Dat kostte heel wat doden. We hebben een aantal goed gedocumenteerde historische sterrenbedden, waarin we weten wat die artsen van dag tot dag uitvraten. 1799, George Washington, hij gaat te paard.
de sneeuw in. Hij komt thuis, hij heeft een beetje een koude rilling. Een, zeggen wij nu, klassieke longontsteking. De dokter die wordt natuurlijk geroepen. Wij weten dit zo goed, hè, omdat de artsen die bij dit soort beroemdheden geroepen werden, die hielden een goed dagboek bij. Die schreven heel conscientieus op de ellende die ze hun slachtoffers aandeden. En deze dokter die ontnam aan George over een aantal dagen 5 pints of blood. Dat is bijna 2,5 liter bloed werd eruit gehaald uit de arme George Washington. Hij zei, dokter, I die hard, but I'm not afraid to go. Hij was 67. En surprise, surprise, George overleed aan zijn pneumonie. Maar hij stierf aan zijn dokter. Een tweede voorbeeld is Byron, de Engelse dichter. Byron had in een vlaag van romantiek, was hij naar Griekenland gegaan om met de Grieken samen te vechten tegen de Turkse overheersing. En ergens in de velden bij Missolonghi, ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar zo spel je het in Griekenland. Hij werd ziek. Byron was niet zo oud, hij was 37. Hij werd ziek, we weten niet zo goed wat hij had. En zijn dokters die komen op hem af. Had maar liefst 3 lijfartsen bij zich, die alle 3 nog een beetje streden ook. Hè. Doen we mosterdpleisters of doen we nou braken? Ja, dat soort discussies. En Byron vocht en hij heeft een week lang gevochten tegen dat hele dat bloed afnemen. Hij zei, als je bloed afneemt bij een zieke patiënt, dan snijd je de snaren door van een muziekinstrument. Zijn beelden bleven wel goed. Maar goed, zei hij, nou goed, neem dan maar in godsnaam, neem dan maar dat bloed. En ze gaven hem ook senna en wonderolie, zodat hij aan de poeperij was. Na een dag of 4 hè, van deze therapie kon hij nog nauwelijks op zijn benen staan. Hij gaat nog een keer plassen. Hij zei, damn doctors, I can scarcely stand. In zijn laatste nacht hadden ze een krans van bloedzuigers om zijn hoofd heen geplaatst. En de dokter schreef tevreden op. En de blood flowed freely. Ja, verschrikkelijk dit, hè? Weet je wat zo gek is? Als je hierover nadenkt, dan vraag je je af, als ze zagen dat het niet hielp, waarom bleven ze het dan doen? En dat is iets, ik denk dat het alles met doodsangst te maken heeft. Ik denk ook dat je in sommige moderne behandelingen, in de moderne, wat zeg maar, agressievere oncologie, de moderne kankerbehandelingen, zie je toch ook wel dingen waarvan we weten, sorry, dit gaat niet helpen. En ze gaan er toch mee door. Dus dat is dan toch iets van alle tijden. Ik wil jullie vertellen dat geneeskunde 2 keer is wakker geworden. Dit is dus zeg maar sluimerende geneeskunde. Men wist niet zo goed wat men aan het doen was. We gaan naar het eerste wakker worden van geneeskunde. Aantal 19e eeuwse artsen, 1840, de man rechtsbovenaan. Dit zijn allemaal snorremans, hè? Ja, ze hebben allemaal een snor. Rechtsbovenaan is Morton, Amerikaanse tandarts, die ontdekte de chloroform. Die deed de eerste echt volkomen pijnloze extractie. Dat betekende wel dat je als arts bij een amputatie even je tijd kon nemen om het netjes te doen. Dus daarvoor was het, je moest personeel zien te krijgen om het slachtoffer vast te houden en dan kon je gang gaan. Buikoperaties waren eigenlijk uitgesloten. Ja, want, sorry, een buikoperatie is zo gevoelig. Dat kun je niet zonder narcose. 1847, Semmelweis, dat is die man die zijn haar over zijn schedel legt. Jullie kennen dat wel. Mannen die niet zo goed tegen haarverlies kunnen. Ja, dat is ook al heel oud kennelijk. Semmelweis was een arts in de vrouwenkliniek in Wenen. En die zag dat de studenten vanuit de kadaverkamer, waar ze obducties deden op lijken met hun blote handen, liepen ze naar de verloskamer en deden dan een touché om te kijken hoe ver de ontsluiting was. Ja, als je het nu leest, dan denk je van, hoe durfden ze het? Maar er is een volkomen onwetendheid over bacteriën. Dat moet je onder ogen zien. En dus Semmelweis die zei, als we nou die handen schoonmaken met chloorkalk. Hij had ook geen idee, hè, wat het over bacteriën waren. Maar hij dacht, laten we dat doen. En dus die studenten moesten hun handen schoonmaken in chloorkalk. En dan mochten ze naar de verloskamer. En de sterfte die zoefde omlaag. Ja, dat wil wel. Het duurde nog heel lang, dit is wel typisch voor geneeskunde, voordat zo'n nieuwe doctrine dan ook werkelijk inzinkt. Dat men beseft, Lord Lister, de Engelse chirurg, dus, en daar hebben we het over 1890, en dan zijn we bijna 50 jaar verder, die was dan degene die zeg maar asepsis heeft geïntroduceerd. Asepsis wil zeggen dat als je naar een wond toe gaat, dan neem je bacteriën mee. Dus asepsis wil zeggen dat je jezelf schoonmaakt voordat je naar een wond toe gaat. Zeg maar operatiekamerhygiëne.
Dat is pas in 1890. Men opereerde tot dan ook met ongewassen blote handen. Dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen. Ja, maar ze hadden niet in de gaten wat de bacteriën waren. Dat hebben we dan te denken aan Pasteur en Koch. Hè. Die hebben de bacteriën ontdekt. Ik heb Matthijssen er even doorgegooid. Ik kan het niet helpen. 1851, Matthijssen. Weet iemand in de zaal wat die heeft ontdekt? Of wat die heeft uitgevonden? Ze hebben wel twee bonuspunten dit, hè? Ja, hier. Kijk, u hebt... Echt? Gipsverband. Ja, maar die vraag is goed beantwoord. Gipsverband is aan dokter Matthijssen. En hij, u zegt hij is geboren in Budel. Nou, dat is weer een punt erbij. Dat is wat geweldig. Dan gaan we naar die man met zijn handen over elkaar. Dat is Pasteur. En de man daar rechtsonder is Koch. Koch heeft de tuberkelbacil ontdekt. Die ontdekte dat tuberculose, tering. Echt een mooie 19e eeuwse ziekte waar duizenden mensen aan stierven. Die heeft ontdekt welke bacterie dat deed. Overigens had hij toen nog geen therapie. Hè? Dat komt nog later. En dan de man linksonder met die enorme baard, dat is Wilhelm Röntgen. Hij ontdekte die straling. Hè? Hij maakte de eerste röntgenfoto van de hand van zijn vrouw. En ja, leuk dit, hè? Met een ring om. En zij zei, ik heb mijn dood gezien. Ze zag het skelet, ja. We gaan naar de 20e eeuw, Willem Eindhoven, 1903, de ECG. Hij had een apparaat, bijna een huiskamer vol met elektrisch gedoe, om die activiteit van het ene hart te kunnen registreren. Tegenwoordig is het zo'n dingetje. Eerste winnaar van de Nobelprijs, hè, als Nederlander. En dan die mannen met die hond, dat zijn Banting en Best, die hebben insuline ontdekt en in een werkbare vorm gesepareerd is, zodat je het kon gebruiken in de kliniek. En dat hondje wat ze bij zich hebben, dat is zeg maar de eerste insulineklant. En ze hebben het op die hond uitgeprobeerd. Dan zien jullie daar links die man met die bril op. Dat is dokter Kolff, Willem Kolff. Dat is een Nederlandse arts. Die woonde in Kampen. In de oorlog heeft hij in de kelder zitten trutten met membranen en met urine en met bloed. En die heeft, ik zeg het een beetje raar, maar die heeft de dialyse ontdekt. Uitgevonden en geperfectioneerd. Aan Willem Kolff hebben we duizenden, tienduizenden levens te danken die in ieder geval hun dood konden uitstellen in afwachting van een mogelijke niertransplantatie. Fleming, penicilline, dat is ontdekt in 1929. Ik wist dat niet, dat is vrij vroeg, hè? Maar het duurde 11 jaar voordat het zeg maar industrieel verkrijgbaar was. Het kwam in ons land in 1944. Met de luchtlandingstroepen in Arnhem. Die hadden de eerste penicilline bij zich. 1955, epidemiologie longkanker. Ik heb daar geen persoon bij. Het is zo dat in Engeland deden ze een onderzoek. 55.000 huisartsen hielden hun rookgewoonten bij. En op die manier is ontdekt en zeg maar eenduidig aangetoond de connectie tussen sigaretten roken en longkanker krijgen. Dat onderzoek was al gedaan in Duitsland voor de oorlog. En daar werd niet naar gekeken. Want men beschouwde dat als bruine informatie, nazi-informatie en als zodanig niet kloppend. Dat is jammer, want die diagnose, die harde connectie tussen roken en longkanker, is eigenlijk door dit vooroordeel 25 à 30 jaar later in onze contraien bekend geworden. Charnley, die noem ik even, niemand kent hem, maar dit is de man die de totale heup heeft uitgevonden. Er zijn natuurlijk honderdduizenden mensen die nu, dankzij zijn operatieve techniek, een aantal zeg maar pijnloze en soms ook goede bewegingsjaren aan hun leven hebben toegevoegd gekregen door de kunstheup. En Charnley was een perfectionist, je kunt je voorstellen. De heup is een kogelgewricht, hè? Dus er zit een kop in een kom. En die wrijven de hele dag tegen elkaar. Dus hij heeft eindeloos gezocht naar materiaal. Om, waar moet je het van maken? Dit is in midden jaren 60. De eerste heupen die hij maakte, die waren van porselein. En dus je kon, tante Annie kon hier langs horen knarsen, want dat piepte en dat kraakte allemaal. Ja, maar hij zocht en hij zocht. En die eerste heupen, daar sprongen dan weer splinters vanaf en die kwamen terecht in het omliggende spierweefsel en die gaven dan weer een reactieve ontsteking. Maar door die,
mensen heel ongelukkig maakte met ze. Maar het was echt een ontzaglijke doorbijter. Uiteindelijk heeft hij gewonnen en is hij met materiaal gekomen, waardoor een nieuwe heup, zeg maar, nu een beetje een routine ingreep is. En dan daar die deugniet daar links onderaan, dat is Barnard. Die kennen jullie allemaal van de harttransplantatie. Zijn de cardiologen in de kamer of niet? Nee, hè? Nee. Thoraxchirurgen? Ook niet. Nou, dan kunnen we het al vertellen. Kijk, Barnard was een deugniet. Die harttransplantatie, dat is niet zo moeilijk. Het is gewoon, je hebt een springerig biefstuk en daar zitten draadjes aan en die moet je vastmaken aan elkaar. Dat is zo. Je kunt het moeilijk maken door het achter je rug te doen, maar dat is hartchirurgie. En je moet dus gewoon hele dunne vaatjes moet je aan elkaar maken. Nee, de moeilijkheid bij harttransplantatie is niet, zeg maar, de mechanica van dat ding erin stoppen. De moeilijkheid is de afweer. Dus het lichaam reageert op een vreemd hart. En die afweerreactie, om die onder controle te krijgen, dat is het probleem. Dus de Amerikanen in Houston, die konden het allang, die harttransplantatie. Hadden dat geoefend bij varkens en waren daar gewoon goed in geworden. Maar ze waren ook verstandig en zeiden, dit gaan we niet bij een mens doen, want we hebben niks om die immuunreactie, om die te onderdrukken. En Barnard, die dacht, nou, what the hell. Dus die deed gewoon een harttransplantatie, terwijl hij wist dat zijn patiënt gedoemd was. Ik weet niet of jullie die krantenberichten nog kennen. Was een Blyberg, heette die geloof ik. Het was een tandarts. En hij tenniste nog even. Nou, dat duurde 4,5 weken, dan was het voorbij. Maar goed, dat is wel. Wij dachten toen, dit is ruimtevaartgeneeskunde. Dit gaat nergens over. En dat is niet zo. Dus de harttransplantatie is nu gewoon, sorry. Nou, het is niet alledaags, maar het is zeker geen idiote geneeskunde meer. Hè. Je kunt nu met een getransplanteerd hart. Je moet heel wat medicijnen slikken, maar je hebt een leven en het is geen onleven. Goed, dit was dus het leuke verhaal van geneeskunde. The sky is the limit. We kunnen en we kunnen steeds meer. Daar komt een verandering in. De eerste intensive care, die was in Kopenhagen 1953, polio-patiëntjes. Was ik helemaal vergeten, want dat hebben wij niet meer, polio. Maar dat waren stakkers, hè? Die hadden een ademprobleem en die werden in zo'n ijzeren long gelegd. Ik weet niet of jullie dat nog kennen, hè? Met een negatieve binnendruk. Gaan we allemaal niet doen. Maar waar we naar zaten te kijken is, geneeskunde was zo goed dat men uiteindelijk het niet meer kon opgeven. Men bleef trutten met een lichaam. Er was nooit een moment in mijn koosschappen, ik ben 1972 begonnen met mijn studie. In mijn koosschappen hadden we nooit, we hadden geen stervende patiënten, we hadden... Mensen waren ziek en die werden veel zieker en dan boem, gingen ze dood. Maar er was dus geen erkenning van een sterrenbed. Een fase waarin de dokter tegen zichzelf zegt, meestal een hij toen, tegen zichzelf zegt, misschien moet ik ophouden. En misschien kan ik hier helemaal niks meer aan toevoegen aan dit leven. Het was toen volkomen onbekend. En dat leidde tot het zogenaamde, nou jullie kennen dat, het mythische sterven aan de slangen en de draadjes. Maar het was die angst was niet voor niks, omdat artsen je met hun gedoe, met hun slimmigheden, met hun eeuwige kaliumbepalingen, met hun eeuwige zeg maar, vigilance, hè, dat idiote bijhouden van wat er gebeurt in het lichaam, daar waren ze ook zo goed in en het leidde tot goede dingen. Ik heb het net geschetst, maar er komt een grens aan, omdat alle mensen gaan een keer dood. Het sterftepercentage van de mens is al 100%. Artsen houden van percentages, dus ik noem het altijd maar even. Hè. Ja. En dat is al een paar eeuwen zo. En wij denken en wij hopen dat het 100% blijft, toch? Ja. Ook in Amerika gaan ze allemaal dood. Ze zeggen altijd, ja, in Amerika kunnen ze bijna alles. Maar ook daar gaan ze allemaal dood. En bij sommige Amerikanen denk je dan, nou... Sorry. Oh, oh, oh. Voorzitter, neem me niet kwalijk. We doen geen politiek in. Dus geneeskunde misdroeg zich. Hè. Zodanig dat op een gegeven moment zei wij... Zieke mensen hè, die aan het einde naderen, op een gegeven moment zeiden van, oh, dit moeten we niet hebben. Een van de eerste dokters, ja, je ziet haar hier beter. Maar het is hetzelfde plaatje. Je ziet haar nu bij woord, bij Gods woord, en hier zie je haar beter. Truus Postma. Haar moeder kreeg een ernstige hersenbloeding. En zij wilde dus niet dat haar moeder naar die verrekte intensive care ging. En haar moeder had tegen haar gezegd, Truus, als ik ooit... Nou, ze hoefde de zin niet af te maken. En dan krijg je zo'n gesprek.
Mam, ik laat jou natuurlijk nooit zitten. Dus die vrouw die krijgt een hele ernstige hersenbloeding. En die wil eigenlijk dat haar dochter zorgt dat ze overlijdt. Dat is wel, sorry, je eigen moeder is wel lastig natuurlijk. En uiteindelijk heeft ze dat gedaan. Het is tegen alle regels zoals we die nu hebben. Je gaat je eigen moeder geen euthanasie verlenen. Maar goed, ze deed het. En met morfine, dat is ook niet goed. Dit is het beginstadium van zeg maar, het geplande sterven. Waarin een arts samen met een patiënt zegt, dit willen we niet meer, ik wil overlijden. En zij heeft dat aanvankelijk niet gemeld. Ze heeft het wel tegen de directeur van dat verpleeghuis gezegd. En ik was er niet bij, het is een tijdje geleden. Die verpleeghuisdirecteur die dacht, oké, moet kunnen. Maar die had tweede gedachtes. Dus later dacht hij, nee, dat kan eigenlijk niet. En toen heeft hij haar toch aangegeven. Dat wil zeggen, de schouwarts vertelt, maar dit is geen gewone dood geweest. En die belt dan de officier van justitie. Enfin, dan gaat het karretje rollen. En zij is voor de rechter geëindigd. Zij kreeg een voorwaardelijk vonnis van, ik meen 3 maanden of zo. Dus als ze nog een keer moeder dood maakte, dan ging ze naar de gevangenis. Ja, wat moet je. Maar goed, dit was dus wel, dit was het begin van de MVVE. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Die is toen geboren. In 2014 is zij nog een keer geïnterviewd in het verpleeghuis. Ze zei, ik heb nooit spijt gehad van wat ik gedaan heb. Vond ik leuk om te horen. Hoe komt het nou dat we ons zo vergeten in die... Hoe komt het nou dat die artsen, mijn zeg maar hoogleraar in mijn co-schappen, dat die zo bleven doorhameren over dat verrekte kalium, zonder dat ze keken naar die zieke man of vrouw in het bed? Dat is toch vrij merkwaardig. Die biochemische nadruk, dat continue nadenken over hoe is het met het pancreas, in plaats van te vragen mevrouw Janssen, hoe laat is het in uw leven? Die wetenschappelijke belangstelling. Ik wil een citaat voorlezen van Ludwig Wittgenstein. Hij zei het volgende. Hij zegt, wij voelen dat zelfs wanneer alle mogelijke wetenschappelijke vragen beantwoord zijn, onze levensproblemen nog geheel niet zijn aangeroerd. Wittgenstein verzette zich tegen de aanbidding van wetenschap. Alsof wetenschap iets kan vertellen over je menselijke lot. Het huidige wij zijn ons brein denken is een mooi zeg maar, laatste hoofdstuk hè, in deze idiote saga. Dus dat wij zijn ons brein denken, dat gaat de kant op van als ik de zoutconcentratie in jouw tranen weet, dan kan ik je vertellen hoe verdrietig je bent. Wat natuurlijk kwats is. Dus een neurosoof, zeg ik altijd, het is een beetje beledigend bedoeld, die zullen zeggen dat de zenuwactiviteit in je frontale amygdala, ik noem maar wat, dat is eigenlijk jouw verliefdheid. Ik denk dat het echt kwats is. Ik heb daar helemaal geen enkele... Als je op die manier naar een mens kijkt, dat lukt je natuurlijk alleen maar als je zeg maar wetenschappelijk bezig bent. Als iemand uit een raam valt, dan kun je daar op 2 manieren naar kijken. Je kunt zijn valsnelheid uitrekenen, je weet hij weegt 85 kilo, hij heeft 17 meter te gaan, kun je precies uitrekenen hoe hard hij gaat. Ook nog hoe lang het duurt voordat hij bij de stoep is. Dat is 1 manier van kijken naar die situatie. Je kunt je ook afvragen hoe bang is hij? Dat is iets heel anders. Waarom sprong hij? Nou, deze 2 manieren van kijken naar een gebeurtenis, we zijn beslaafd geraakt aan die snelheidsberekening. Dan weten we precies wat er gaat gebeuren. En we zijn in geneeskunde weggerend van hoe bang is die? Dus we zitten, een collega van mij was de kok in ons verpleeghuis, dat was 62 jaar, en die voelde zich niet goed. Ze gaat naar het ziekenhuis, ze zoeken het uit. Het was niet zo'n makkelijke diagnose, men was er niet zo gauw achter. Maar uiteindelijk bleek dat hij alvleesklierkanker had. En dan niet in de kop, maar in de staart. En dat is een beetje een moeilijke diagnose. Het is ook een fatale diagnose. Ook nog altijd is dat een van de slechtste kankers, zeg maar. Daar kun je niet zoveel mee doen. Goed, na een hoop getrutten zijn ze eruit, de internisten. Hij zit in de poli en hij komt te luisteren naar de uitslag. En de internist die komt binnen en die zegt... Ik snap het ook wel, maar je zegt, u hebt alvleesklierkanker. Zo van, yes, we zijn eruit, we weten het. En ze was een beetje tevreden, want ze hadden zo lang zitten gissen, snap je. Dus ze was ook een beetje opgelucht. Ja, het is een pancreascarcinoom. En ze zei, u kunt naar huis. Hij zegt, ik kan niet op mijn benen staan. Waar moet ik naartoe dan?
Dus hij was doodziek. Maar dat is dus, ja, sorry, het gaat niet om deze ene dokter, want die deugt, dat zit allemaal wel goed. Maar zo, ja, zo zit het ziekenhuis dan in elkaar. Yes, we weten wat het is. Het ziekenhuis is 8 verdiepingen, hè? Wat is het? En daar gaan miljoenen euro's naartoe. En in de kelder heb je zo'n rothok, hè, met daarboven het bordje stiltecentrum. En dan kan jij je afvragen wat het is voor jou om het te hebben. Dat is een hele andere vraag. Het is onze kok. Hij belde mij op, hij zegt, ik kan naar huis. Ik zeg, nou, lekker voor je. Hij zegt, nee, ik kan helemaal niet naar huis. Ik ben veel te ziek. Hij is in onze pleeghuis. Toen kon je nog wat, weet je, zoemelen met bedden en is in onze pleeghuis opgenomen. Maar zo'n internist, sorry, die heeft die ochtend haar woning verlaten met de bedoeling om iets goeds te doen voor zieke mensen. Echt. Maar zo draait die carousel. Dus als je dan, ja, als je er dan uit bent na een hoop getrut, dan heb je een soort van opluchting. Maar die man, sorry, maar die is op weg naar zijn dood. Dus geen oude man dood, een man van 62. Maar dat is die, zeg maar, die diagnostische verslaving. En dat is een heel, nou, daar kom je moeilijk vanaf. In Engeland hebben we Dame Cicely Saunders. Zij begon als maatschappelijk werkster en zij was niet tevreden over de manier waarop artsen omgingen met stervende mensen. Toen dacht ze, ik word verpleegkundige. En toen was ze nog steeds niet tevreden over hoe dat ging. En toen werd ze arts. En toen was ze nog steeds pissig over hoe dat ging. En toen zei ze, als je goed wil sterven, moet je zien dat je wegkomt uit het ziekenhuis. Dat is, dames en heren, ik vind het vervelend om het te zeggen, maar het is nog steeds zo. Dat is toch wat? We hebben een hospice movement in Nederland. Daar zijn we een beetje trots op. Ik schaam me dood. Waarom kunnen ze in het ziekenhuis niet voor 900 euro per dag? Waarom zijn ze niet in staat om een beetje voor je te zorgen? Waarom willen ze alleen maar scannen? Ik vind dat pijnlijk. Er is gewoon geen ruimte voor in het ziekenhuis. Ik vind dat niet goed. Dus die hospice, wat zijn we blij dat we ze hebben. Nee, het is een schandaal dat we ze hebben. Waarom zou de dokter altijd alleen maar met die scans moeten kwartetten in plaats van je hand vast te houden en te zeggen, hoe gaat het met je? Ik klink een beetje agressief, sorry. Ik heb jarenlang in het verpleeghuis gewerkt, waar we dus op moesten boksen tegen het ziekenhuis en dit soort. Maar goed, Dame Cicely Saunders, die heeft dus de hospice movement gesticht. Ze heeft nooit een Nobelprijs gekregen, helaas. Ze was erg denigrerend over het Nederlandse euthanasiebeleid. En ze zei, jullie maken mensen dood omdat je niet weet hoe je voor ze moet zorgen. Dat vond ik nou niet zo'n lekkere. Maar goed, we vergeven haar heel veel. Want ze heeft zoveel betekend. Hè, voor. Je moet je realiseren dat als artsen overgaan tot palliatieve geneeskunde, dat is toch het vak wat bij zichzelf te raden gaat. En het gaat om een vorm van zelfkennis. In de beperking toont zich de meester, zei Goethe. En dat is het natuurlijk. Als je weet waar je kunde, waar je kennis, waar je gedoe, waar dat ophoudt, dan ben je ineens een wijs mens geworden. Nou, heel veel geneeskunde heeft natuurlijk die wijsheid niet, maar Dame Cicely had die wijsheid wel. We blijven haar dankbaar. Even een definitie van dat geplande sterven. Euthanasie is het overhandigen of het toedienen van een dodelijke dosis medicijnen op verzoek van de patiënt door de arts. Ik doe het nog een keer. Want die termen, heel veel mensen gebruiken op allerlei manieren het woord euthanasie. Euthanasie is het toedienen van een dodelijke dosis medicijnen aan een patiënt door de arts, hè, op verzoek van de patiënt. Het kan ook zijn dat je iemand een overdosis overhandigt doordat ze zelf een drankje nemen. Dat is euthanasie. Stoppen met behandelen, dat is niet een euthanasie. Het is goede pijnstilling, waardoor mensen misschien wat vroeger overlijden, dat is geen euthanasie. Daar hoef je ook geen toestemming voor te vragen. Dit gaan we niet doen. Dat is veel te gedetailleerd. En niet zo. Er is één karakteristiek van, zeg maar, het gesprek, hè, over het zelfgewilde levenseinde in ons land. Eén karakteristiek, en die is continu aanwezig. En dat is dat we steeds zoeken naar nieuwe kandidaten. Het begon met terminaal zieken. En dat we zeggen, mensen hadden 2 weken te gaan en dan mocht het. En toen kwamen de chronisch zieken. En toen kwam minister Hishbalin. Weet u nog dat die even, die was een tijdje minister van Justitie. En die had toen een eis. Euthanasie mag niet, tenzij je zeker weet dat iemand nog 3 weken te gaan had. Idiote eis, want artsen zijn notwaar onbekwaam in het voorspellen van hoeveel weken je nog hebt.
daar is ontmoedigend veel onderzoek naar gedaan. En sorry, dat is heel vaak een natte vingerwerk. Ja, je hebt wel gemiddelden uit het verleden, maar je hoort heel vaak, hè, dat de dokter geeft me nog 6 weken. Ik denk, nou, dat zegt ze niet zo gaat. Je weet het niet zo goed. Dus Hezbollah, die dacht nog even, want er zijn altijd initiatieven om euthanasie tegen te houden. Ik sympathiseer ermee, ik snap het wel, maar dit was er zo eentje. Dat gaven we op, je hoeft niet meer terminaal te zijn, chronisch zieken, en die mochten ook euthanasie hebben. Psychiatrische patiënten, lastigste categorie, omdat het doodsverzoek van iemand die aan een depressie lijdt, kan natuurlijk een uiting zijn van die depressie. En als je die depressie kunt genezen, dan heb je misschien, iemand die door wil leven. Het is wel vervelend dat die depressiediagnose is een eigen leven gaan leiden. Ik kan nu zeggen dat binnen de geneeskunde is het aantal trucs wat de dokters hebben verzonnen om geen euthanasie toe te passen, is legendarisch. Ze zijn heel goed in het verzinnen van redenen waarom ze het niet doen. En één reden die bij iedereen voor de hand ligt is, misschien heeft mijn vrouw een depressie. Dat is lekker, want als je om de dood vraagt, ja, dan zul je niet erg opgewekt zijn. Dus het woord depressie wordt dan gebruikt en dan hoef je die euthanasie niet uit te voeren, want dan kun je gewoon zeggen, we gaan die depressie behandelen. Die kan je helemaal niet behandelen, maar daar hebben we het nou niet over. Ik heb die diagnose gesteld, mevrouw is depressief en dan hoef je dus die euthanasie niet te doen. Ja, dit is heel vals, want die antidepressiva, er zijn er nogal wat. Dus als je met je patiënt de hele apotheek doorgaat, dan ben je 1,5 jaar bezig, nou dan is ze wel dood. Dus het is een... In Amerika wordt het heel graag gebruikt, dit argument. Omdat iedereen die om de dood van heeft per definitie een depressie. Dus die moet je behandelen. Goed. We gaan nou niet over depressie praten. Het is een notoire, zeg maar, bananenschil. Er zijn ongeveer, dacht ik, 970.000 Nederlanders, hè, die antidepressiva slikken. En daar zitten een aantal mensen bij die dat terecht slikken. En die daar iets goeds aan overhouden. Het zijn veelal angstremmers, hè. Maar de echte depressie, sorry, die bestaat wel degelijk, maar die doet niet zoveel op de antidepressiva. Wel op de elektroshock trouwens. Maar goed, dokters doen dan heel graag, dan pakken ze die depressie erbij en dan zijn ze daar een beetje vanaf. Dementie was natuurlijk een ziekte waar we allemaal mee zitten. We hebben in Nederland die schattingen, hebben jullie ook op televisie bij... jullie kijken nog wel journaal, hè? Wij zijn wel een generatie. Ja, er zitten nog journaalkijkers in de zaal. Ja, oké. Nee, maar onze kinderen kijken geen journaal. Die hebben geen. Ik weet niet waar ze informatie vandaan halen. Maar na het journaal heb je altijd die reclames, hè, voor hoorapparaten en voor rollators. En, ja, toch? Dat ze weten precies welke groep zit te kijken. Hè? Ja. Maar daar hebben ze dus ook een aankondiging. Deze week was die er weer. 1 op de 5 Nederlanders krijgt dementie. En mijn statistiek is heel afwezig, maar ik denk dat is gewoon niet waar. Dat kan toch niet waar zijn? Want als dat zo is, hebben we dan niet... Dan hebben we 3 miljoen Nederlanders die dement zijn. Maar dat is helemaal niet waar. Maar ik weet niet waarom ze dat zeggen. Dementie is erg genoeg, je hoeft het niet te overdrijven. Maar 1 op de 5 vind ik heel erg onwaarschijnlijk. Goed, niemand die dat... Weet je hoe dat zit? Want er is een soort berekening die ze dan doen, hè? En die is niet met uitgaande van 3 miljoen. Maar ze zeggen 1 op de 5 krijgen het, niet 1 op de 5 heeft het. Hè? Misschien is dat de... Maar goed, we zitten daarmee, dementie is lastig. Mensen, het vermogen wat je hebt om de dood te vragen, juist die afstand, hè, tot je eigen situatie, dat is het gemene aan dementie, dat wordt vaak in die ziekte weggenomen. En dus mensen die dement zijn, hebben niet in de gaten hoe ernstig hun dementie is. En een patiënt van mij op de dagbehandeling, die zei altijd, hij had alle dingen door de war. En dan zei ik tegen hem, ja Klaas, dat komt omdat je de ziekte van Alzheimer hebt. Hij zei, dat zeg jij altijd. Ik zei, ja, maar jij hebt ook altijd de ziekte van Alzheimer. En hij vond dat hij nog niet zo ver was. Maar hij was bij ons in dagbehandeling en later in ons verpleeghuis opgenomen. Maar bij hem was het, dat zie je vaak bij dementie, dat het geheugen terugrolt. Dus... We weten niet hoe dit zit. Maar ze vergeten het tweede huwelijk. Dus hij was zijn tweede vrouw vergeten. En op zoek naar zijn eerste vrouw, die al lang overleden was. En dus als zij 's avonds samen met hem naar de slaapkamer ging, dan zei hij, ga weg, wie zit, wat doe je in mijn huis? Ja, verschrikkelijk, hè? Dan ben je eigen man, die dan gewoon helemaal niet meer weet wie jij bent.
Dementie is erg hoor. Het is erger dan, ik zeg altijd, geen mij maar kanker. Want dan ben je in ieder geval wakker. Dan blijf je een mens. Dan blijf je iemand met wie degene die van je houden een gesprek kunnen voeren. Kunnen een plan met je maken. Kunnen met je nadenken over hoe het met je is. Maar in dementie gaat dat in rook op. Ik vind het een van de ergste ziektes die we hebben. Maar goed, bij beginnende dementie zijn mensen vaak nog wel redelijk onder controle. Hebben in de gaten, sommigen, hoe erg het is. En die vragen om de dood en die krijgen het ook. Het is wel lastig om een moment te bepalen. Want eigenlijk moet je dan, terwijl je nog redelijk bent, moet je al uitstappen. En dus je zou eigenlijk willen wachten, hè, tot je aan het randje zit van het nog kunnen besluiten. En dan wil je de overdosis. Maar ja, die timing is natuurlijk heel lastig. Dus dat gaat ook nog alles fout. Beginnende moment, dan krijgen we stapeling ouderdomsklachten. Dat is een vrij ingewikkelde categorie en die is ontstaan door het vonnis van de rechter bij Flip Sitorius. Sitorius was een huisarts in Haarlem. En die had een patiënt, meneer Brongesma. Ik weet niet of jullie hem nog kennen. Brongesma, die was 93. En die was ooit, nou, kampioen is een beetje onzin, maar hij was ooit iemand die wel die pedofilie verdedigde. Ja, dat is een lang verhaal, maar dat deed hij wel. We gaan uit dat hij niet zal branden in de hel, maar dat was geen nare man. Maar goed, die Brongesma, die is 93 en is een alleenstaande man. En hij zegt dus tegen zijn huisarts, ik wil dood. Maar goed, hij mankeerde niks. En Flip heeft er een psychiater bij gehaald. Was hij depressief? Nee. Nou, oké. Okay. En Flip heeft hem toen zijn overdosis gegeven. Die man is gestorven. En toen moest hij aan de officier melden, wat was dit voor overlijden? Ja, dus de officier vroeg aan Flip, was die man ziek? En toen zei Flip, nee. Nou, toen hing die. Dat had hij niet moeten zeggen. Want daar is dan toch de rechter, die springt daarop en die zegt, we gaan geen euthanasie verlenen aan mensen die het gewoon zat zijn. Dat kan niet. Ja, dus, en een beetje jammer voor Flip, maar hij had natuurlijk, kijk, bij een man van 93 kun je zo'n lijstje, hoef je niet eens te verzinnen. Hij is natuurlijk doof. Hij ziet niet goed meer. Zijn favoriete muziek kan hij niet meer horen. Hij kan de deur niet meer uit. Hij is natuurlijk incontinent. Hij is valgevaarlijk. Nou, snap je? Dus je hebt zo'n lijstje. En dus je kunt het eigenlijk, als je creatief bent, kun je altijd goed stapelen. En dan kom je er wel mee weg. Nou, de commissie Snabel, die heeft hierover nagedacht. Want het ging mogelijk om een hele grote categorie van mensen in ons land. Mensen die eigenlijk niks mankeren, maar die toch dood willen. Dat bleek wel mee te vallen, het waren er niet zoveel. En toen zei die commissie Snabel, die zei tegen de artsen, stapel nou maar, de toetsingscommissie gaat dat wel goed vinden. Ja. Zo zie je hoe euthanasie steeds verder opschuift naar steeds nieuwe groepjes om die erbij te krijgen. Toen kregen we gevorderd dement, die was heel lastig. Dan gaat het om mensen die dement zijn en eigenlijk niet meer wilsbekwaam, niet meer goed begrijpen wat er aan de hand is. En die categorie die mocht ook euthanasie hebben. Ik vond het niet, persoonlijk. Want dan moet je ze eerst vangen voordat je ze de overdosis kunt geven. Want ze willen niet. Dat is heel lastig. Men heeft dan besloten dat je deze mensen mag je premedicatie geven. Premedicatie is midazolam, dat is een sterk slaapmiddel. Dat geef je patiënten vlak voor een ingreep, voordat ze naar de OK gerold worden, zodat ze niet zo gespannen en zenuwachtig zijn. Dat is het begrip premedicatie. En dat begrip werd meegenomen naar mensen die zo meteen gedood gaan worden. En die mag je dan premedicatie geven. Niet voor een ingreep, maar voor hun doodvonnis. Ik vind het aan de rand zitten. Ik snap het wel. Je moet, als je dat wilt voor elkaar krijgen, een wilsverklaring hebben opgesteld. Waarin je zegt, als ik dement ben en doodongelukkig, dan wil ik, ook al snap ik het niet meer, dan wil ik toch dat ik euthanasie krijg. En de Hoge Raad heeft besloten dat dat mag. Ik vond dat eigenlijk niet goed. Want ik dacht, als we nou, dit rijtje, hier komt geen eind aan. Dus ik dacht, kunnen we er nou een keer mee ophouden? Kunnen we ergens een lijn trekken waar voorbij we zeggen, dat gaan we niet doen? Nou, dat is dus, zeg maar, mislukt, hè, bij die gevorderde dementie. En het gaat echt om situaties waarin je dus niet tegen de, zeg maar, man of vrouw kunt zeggen, mevrouw Jansen, hier ben ik en met uw overdosis. Want dat willen ze niet. En dan gaan ze op de loop. Hè. Dus ja, je moet dus iemand belazeren. Hè. Je moet zeggen, neem je koffie nou maar.
waardoor ze in slaap vallen en dan kun je het infuus inbrengen zodat ze overlijden. Ik vind het een tricky business, ik heb het nooit gedaan. Maar goed, er zijn collega's die het doen, nou, niet elke dag, maar het komt voor. Ik vind het niet goed. Ik hoor zo meteen graag wat jullie daarvan vinden. Voltooid leven hoef ik niet over te hebben. Dat is dus, je bent oud, maar je bent gelukkig. Je doet nog je eigen boodschappen. En oma zegt, hij bladert niet voor niks in de oude Playboys. Hè, dus hij is nog helemaal bij ons. Maar hij wil dood. Hè. Maar hij zegt, mijn kleinkinderen die zie ik nooit. Mijn kinderen wonen allemaal in Japan. Er staat niks meer op het menu voor mij. Wel uitdagend, want het is natuurlijk wel zo dat wij hebben nu in onze maatschappij, door heel veel factoren, onder andere geneeskunde, hebben we hoge, lege ouderdom. Sorry, dat komt voor. En dat is niet zo zeldzaam. En dat is omdat het moderne gezin, wij hebben geen meer generatiegezinnen meer in dezelfde straat. Mijn vader woonde in Amersfoort, ik woonde in Amsterdam. En toen mijn vader oud werd, hulp nodig had, kousen aantrekken, 's nachts bij hem zitten, kon ik dat natuurlijk niet, tenzij ik bereid was om te zeggen tegen mijn gezin, luister, heel veel sterkte, ik ga nu naar papi en als die dood is, kom ik weer terug. Dat kan natuurlijk niet. Nee, ja, mijn stiefmoeder die dementeren en precies hetzelfde probleem. Die hebben we naar het verpleeghuis gebracht, dat wou ze niet. Je voelt je dubbel schuldig, hè? Het is mijn stiefmoeder. Zou ik het met mijn eigen moeder ook gedaan hebben, dat soort gevoelens krijg je dan. Maar ja, je bent niet in een situatie waarin je... Ja, niemand wil dit horen. Ik praat de socioloog even na. Het gezin, het moderne gezin, is gesloten als zorginstituut. Het gezin was vroeger open, 24 uur per dag. 365 dagen per jaar was het gezin als bron van zorg open. En nu is het gezin overdag gesloten. Zelfs voor de eigen kinderen gesloten. Dat is een nieuwe ontwikkeling. Dat hebben we niet, niemand heeft het gepland, maar dit is het gevolg van de emancipatie van de vrouw. Sinds we allemaal 's morgens om 9 uur zeg maar, het huis uit willen, op weg naar het echte leven, is zeg maar, het huisgezin in dat opzicht geen bron van zorg meer. Dus oudere mensen kunnen het zeker wel vergeten. Die worden niet door hun kinderen verzorgd. Ik niet door mijn kinderen. Ik zou het ook niet durven vragen. Ze wonen op 20 en 30 kilometer afstand. En snap je dat je zou het ook niet aan je kinderen durven vragen. Maar dat wil wel zeggen dat heel veel mensen van boven de 80, boven de 85, boven de 95, mijn schoonmoeder werd 103, die sukkelen voort in een leven waarvan ze op goede grond zeggen, sorry, ik vind het gewoon niet leuk meer. Ik heb het goed gehad, maar dat laatste hoofdstuk is heel leeg en akelig eigenlijk. Ik ben niet ziek, ik heb geen pijn, ik ben niet benauwd, ik slaap best, ik heb mijn maaltijden. En toch is dat niet het laatste hoofdstuk wat ik wil. We hebben daar eigenlijk geen... Nou ja, we hebben daar geen goede oplossing voor. We hebben wel allerlei zeg maar, initiatieven op het gebied van... Boudewijn Chabot heeft een boek geschreven, hoe heet het ook weer? Uitweg, nou het woord zegt het al. En daar kun je humane methodes vinden om jezelf van het leven te beroven. Maar dat blijft dan toch weer een eenzame business. Hè? Dan moet je met die helium aan de gang. Dit is een probleem waarvan ik niet goed weet. Hoe gaan we dit oplossen? Ja, ik wou je even zeggen, dus die nieuwe kandidaten, er is dus steeds aanwas. We hebben één casus van een pedofiele man, die zit in de gevangenis. En die vraagt om de dood. Hij heeft zijn vonnis uitgediend. Hij wil niet terug in de maatschappij. Hij heeft zijn 12 jaar gezeten. Hij is gevraagd om verlenging van zijn detentie. Maar zegt hij, onder voorwaarde dat ik euthanasie krijg. Dat is lastig. Je kunt tegen zo'n man niet zeggen, nou hang je eigen maar op aan de centrale verwarming. Dat is toch, sorry, maar dat is heel wreed. Maar je kunt zo'n man ook niet martelen met een levenslange gevangenisstraf die hij niet wil, maar daar heeft zijn vonnis uitgezeten. Wat moet je ermee? Dubbel gehandicapte kinderen, ja dat is een hele lastige. Toen die euthanasie bij die wilsonbekwame dementen mogelijk werd, toen zeiden heel veel ouders van dubbel gehandicapte kinderen, die ook niet zeg maar wilsbekwaam zijn. Je kunt je afvragen in hoeverre ze ooit lid van de club geworden zijn. Hè? Maar goed, daar zitten stakkers bij. Hè? Die zijn ongelukkigen. Die beschadigen zichzelf. En die ouders die staan ook in de coulissen met hun kind. En die zeggen, als je die zeg maar niks beseffende dementen mag ombrengen, omdat ze ongelukkig zijn. Wat gaan we dan doen met mijn stakkertje?
Dit is heel vervelend, hè? Maar nu schuiven we op naar een regio waarvan we dachten, toen we met die terminale zieken begonnen, we dachten niet dat we hier ooit in terecht zouden komen. Dus dat is akelig. Ja, je hebt ook mensen die, ik zeg gelukkige dementen, met die Donald Dworkin en Govinden, het zijn twee filosofen, die vinden het volgende. Die vinden dat als ik dementeer, dan is dat een hoofdstuk wat aan mijn leven wordt toegevoegd en ik wil dat hoofdstuk niet. Ik wil niet dat mijn kinderen mij zo zien. Dus ook al ben ik gelukkiger, ik zit de hele dag aardappels te schillen of ik kruip over de grond met mijn dinky toys, maar ik ben 90 plus en ik wil niet dat mijn kinderen dat zien en dat is voor mij voldoende reden om aan een dokter te vragen om mij te komen doden als ik zeg maar over de grond kruip met een speelgoedautootje. Ik zeg altijd tegen Govert, wees dan een flinke jongen en doe het nu. In plaats van dat hele domein van dementie binnen te sukkelen en zeg maar een dingetje over je schouder te gooien naar de dokter en zeggen, dan moet jij me straks komen doodmaken. Ik denk, ja, lekker is dit. Maar die zijn er dus wel, hè, mensen die zeggen, dementie is zo beledigend voor mij. Het zijn vaak mensen die natuurlijk vinden dat ze heel hoog timmeren. Hè? Dat die mogen niet. Oh ja, dit is. Een collega zei tegen mij, je hebt het nooit over wat fout gaat bij euthanasie. Dit is een bescheiden statistiek. Het is natuurlijk niet zo. We hebben nou die wet, hè, sinds 2002. Dat is nou 21 jaar. Maar we zijn al met euthanasie begonnen rond de jaren 80. Dus. We hebben over minstens 70.000, maar het zijn meer dan 100.000 gevallen waarin we euthanasie hebben toegepast. En het is natuurlijk zo bij elke medische ingreep, bij niertransplantatie en bij een binnendarmverwijdering en bij elke medische ingreep heb je natuurlijk een aantal fouten. Worden er fouten gemaakt? Je hebt verkeerde nier eruit gehaald of je weet het, een infectie, een wond, hè, die helemaal niet dicht gaat en die dat wel had moeten doen. Maar dokter Jansen heeft veel betere resultaten dan dokter Pietersen. Nee, maar er zijn dus in geneeskunde, het komt nog alles voor, hè, dat de dokter iets uit zijn handen laat vallen. Maar bij euthanasie komt dat nooit voor. En dat is verdomde onwaarschijnlijk. Alleen degene die euthanasie gekregen hebben, ik maak het nog alles mee, dat mensen krijgen euthanasie en dan, als de zeg maar, kandidaat is overleden, dan is er een soort. Er ontstaat een beetje rust, een beetje ontspanning. Mensen steken een sigaret op. Of de hond die springt op het bed. En we gaan allemaal een beetje anders zitten. En we zuchten en het is goed. En dan zeggen we tegen elkaar: nou, dit is wat ze wilden. En dan denk ik altijd: ik wou dat zij het zei. Weet je, want zij is dood. En dus. Bij elke andere medische ingreep heb je na afloop de mogelijkheid van een gesprek. Vind je dat ik het goed gedaan heb? Is dit wat je wilde? Dus een collega van mij zei, als je in de hemel komt, het is onwaarschijnlijk, maar als het gebeurt, dan staat er een vrij intens troepje op je te wachten. Want die gaan jou even iets vertellen over hun euthanasie, wat ze ervan vonden. Maar dit is het vervelende van, en dit is ook het huiveringwekkende van bezig zijn met zeg maar, de geplande dood. Je staat met je neus bovenop de absolute onomkeerbaarheid van de dood. Je weet heel erg zeker dat deze tandpasta, die kan nooit meer terug in de tube. En dat is een rotgevoel. Dat is die huiver. Dat is de dood. En dat is iets waar, daar ben ik nooit aan. Dat is altijd weer een vervelende manier, hè, van je kop stoten. En dat is iets wat, Sihan, de filosoof, die zei, We gaan al eeuwenlang dood, zegt hij, maar de dood heeft zijn frisheid nooit verloren. En dat is natuurlijk zo. Ja, er is een mythe over het drankje. Van drankje ga je braken. Maar dat is helemaal niet zo, is ook helemaal niet bewezen. Dat braken maakt niks uit met de. Dames en heren, ik ben uitgepraat. Redelijk binnen de tijd, toch? Heel netjes. Dan moeten jullie iets zeggen. Dank u wel. Dan is er alle ruimte voor vragen. Misschien wilt u het even laten inzinken. Ik wacht ook even op vingers. Ik had in ieder geval een startvraag, als ik zo vrij mag zijn. Want u heeft het erover dat over de medicalisering. Hè? Dat we willen ons allemaal verder ontwikkelen en eigenlijk controle uitvoeren over het leven. En we kunnen ook heel veel en dat is natuurlijk prettig aan de medische wetenschap.
Is het feit dat we kunnen beslissen via euthanasie met een spuitje over dood niet in het verlengde daarvan? Dat we daarmee dus weer controle hebben over zelfs zoiets als de dood? Ja, ik weet niet wat ik zeg moet. Het is natuurlijk zo dat die... het gaat wel tegenin al die andere initiatieven. Want al die andere initiatieven waren om te zorgen dat je niet doodgaat. Ja, dus, en dit werkt dan wel tegen, zeg maar, tegen elk instinct van de genezer in. Maar het is wel zo dat... Het is weer de dokter die zich ermee bemoeit. En ik denk dat een van de eerste dingen waar Nederlandse artsen van zouden juichen is dat als het hele euthanasie gebeuren, bij de dokter wordt weggehaald. En dat is, die hebben de CLW, de coöperatie laatste wil. Ja, die willen dat. En die willen dat de arts zich er niet mee bemoeit. En de moeilijkheid is dat je, zij hebben dus hun overdosis, die natriumazide, dat spul wordt gebruikt in laboratoria om glaswerk kiemvrij te maken. Het is een zusje van kaliumcyanide. Het is echt goed dodelijk. Maar we weten niet of het altijd een prettige dood is. De rapportages zijn zeer wisselend. Wat zij dus niet durven te doen, dat is die doodpil. Wat zegt u? Ja, daar hebben we het over. Maar niemand durft die pil van Drion bij Albert Heijn neer te leggen. Dat durft niemand. Waarom niet? Omdat je wordt opgejaagd door de angst voor een onterechte suïcide. Iemand is eerste teleurstelling in de liefde, je bent 21. Nou, veel erger kan je niet overkomen. Je weet het zeker, je wilt nu niet verder leven. We willen dat niet. En we willen niet dat mensen te makkelijk dit besluit kunnen nemen. En als je dit gezegd hebt, dan krijg je meteen een hekje om die pil heen. En bij een hekje gaat iemand staan met een pet op en die gaat kaartjes knippen. En dan heb je, zo in no time, heb je weer... Hebben die coöperatie laatste wil, die hebben nu in zijn experiment hebben ze aangekondigd met een proeftuin. En die, ja, maar dat is omgeven door controle. En ik ben het daarmee eens. En we weten niet aan wie we die controle moeten geven. Je kunt niet tegen de Nederlandse taxichauffeur zeggen, doen jullie het nou, die euthanasie? Heb je? Dus we weten niet goed hoe we... En dokters zijn dan degene die... ik moet je wel zeggen, het is ons opgedrongen. Artsen hebben niet aangedrongen op euthanasie. Uiteindelijk zijn er stervende mensen die tegen dokters hebben gezegd, jullie moeten dat anders doen. Dus wij zijn wel, maar ik ben natuurlijk, het dreigt natuurlijk wat jij zegt, die verrekte arts die staat daar weer. En heel veel mensen hebben ook een gevoel van, moet ik bij hem examen doen? Het gaat hem niks aan, het is mijn leven, ik weet wel wanneer ik dood wil. Maar daartegenin heb je dus die onmogelijkheid van die ongecontroleerde, zeg maar, ter beschikkingstellingen, we durven het niet. En ik vind het wel goed ook dat we dat niet durven. Ja, mijn respect voor uw gedrevenheid in deze. Ik heb dat boekje Waar blijft de ziel gelezen ook. Daar heb ik een heel bijzondere ervaring mee gehad. Want ik had hem uitgeleend al heel lang aan een vriend. En toen kreeg ik het gevoel, dat krijg ik nooit meer van hem terug. En toen is hij onverwacht overleden. En dat is wel heel bijzonder, vind ik. Dat ik dan later van de weduwe, hij had het al om de hoek van de tafel neergelegd, dat het was Waar blijft de ziel. En dat zeg ik daarom omdat ik zondag bij een lezing geweest van Pim van Lommel, die dan heel anders ernaar kijkt. Want u kijkt tot aan eigenlijk de dood. Terwijl ik zelf persoonlijk de ervaring heb dat wij in ruimte en tijd niet primaire dimensies zijn, maar dat wij meer bewust zijn, meer van de ideologische en de min materialistische kant zijn. Dus ik ben het helemaal met u eens met de kritiek op de artsenij, hoewel u een arts bent en ik u zeer respecteer, net zoals Van Lommel en anderen. Maar het is bepaald eigenlijk door het materialisme. En dat mis ik eigenlijk steeds. Dat geeft geen hoop. En daardoor is het leeg die laatste jaren. Snap u? Dus ja, ik snap heel goed wat u zegt. Het punt dat u zei van ja, bij de hartplantatie, tot daartoe gaat het goed, maar daar ging het eigenlijk al fout, want dat is pervers. Want de natuur, in de letterlijke betekenis van het woord, hè, pervers is tegennatuurlijk. Want je krijgt al die afweerreacties. De ziel van de ene zegt Van Lommel, die ga ik er vermengd. Je bent eigenlijk, net als Goethe zegt, aan het prutsen. Nou, dat is mijn vraag eigenlijk en mededeling. Nou, de moeilijkheid met die bijna doodervaring. Ik weet niet of jullie het kennen, het is zo dat heel veel mensen die een periode doormaken van een slechte doorbloeding van de hersenen, die komen daaruit en die hebben een hele positieve ervaring.
die hebben ervaren dat ze aan het einde van een tunnel zagen ze licht. En het gaat, soms zien ze doden, dierbare doden. Er gaat een verlangen vanuit. Er is ook een kolossale opluchting over wat het is om te sterven. Ze zijn daarna nooit meer bang voor de dood. Het is een hele, er zijn een paar negatieve, maar over het algemeen zijn die ervaringen heel erg positief. Dus mensen hebben daar iets, iets heel precieus ervaren. Ik wil er een beetje koud water op gieten, als je het niet erg vindt. Die mag, hè? Die bijna doodervaring, dat is iets wat mensen altijd na afloop rapporteren. En ik zou het leuk vinden als iemand eens een keer tijdens zou rapporteren. Moet je voor, nee, we doen even filosofie. Stel je voor dat probeer je in te denken wat je zou moeten zien aan mij. Je hebt niks anders om naar te kijken. Mijn aura zie je niet. Je hebt alleen mij om naar te kijken. Wat zou je moeten zien om te kunnen concluderen? Hij praat nu in die andere dimensie met John Lennon. Niks. Je hebt geen idee. Je kunt je daar gewoon helemaal niks bij voorstellen. En de moeilijkheid is, nou de makkelijkheid is van die bijna doodervaring, het heeft de status van een droom. Een droom. En het is een hele goede droom en betekenisvol. Maar als heel Nederland droomt dat ze een Rembrandt aan de zeg maar, schuur hebben hangen. En dan worden ze de volgende morgen wakker, maar dan hangt hij er niet. En dit is ook het waarheidsgehalte van die BDE, hè, die bijna doodervaring. Het waarheidsgehalte is dat van een droom. En nogmaals, daar is niks op tegen. Pim van Lommelen heeft een experiment geprobeerd. Die mensen die treden uit hun lichaam. En dat gevoel hebben ze. En dat gevoel hebben ze. Ze verlaten hun lichaam. Dus ze hangen boven hun lichaam. Dat is een ervaring. Ja, de neuroloog zegt, dat zit links parietaal. Dat kan je zo opwekken. Ja, het is een beetje flauw dit, maar het is echt zo. Je kunt het, die buitenlichamelijke trip, die kan je zo regelen. Dus het is... En dan nogmaals, Pim zegt ook... Hij zit niet in de zaal, maar hij... Hij kijkt vanuit het astrale vlak, kijkt hij mee. Het is zo dat die doorbloeding van de hersenen... Pim gaat er vanuit dat de hersenen niks meer doen. Maar dat weet hij helemaal niet. Want wat hij doet is een EEG-registratie. Hij kan op geen enkele manier met zekerheid zeggen... dat de breinen van deze mensen op dat moment volkomen inactief waren. Die meting heeft hij niet gedaan, die meting kun je ook helemaal niet doen. Want zijn bewering is, die hersenen die zijn uitgeschakeld, doen helemaal niks. En toch zijn die mensen bewust... En dat is niet waar. Jammer, hè? Hier in het midden nog een vraag. Oh, wacht even. We moeten naar de volgende vraag. Ja, goedenavond. En bedankt voor uw betocht. En mijn vraag gaat meer over... dat wij leven in een multiculturele samenleving. In een superdiversiteit. Waar religie een belangrijke rol speelt. We zijn hoofdzakelijk christelijk, maar steeds meer zijn groepen van andere culturen. En die bekijken de dood ook van een andere optiek. Wordt dit meegenomen in de discussie over euthanasie? Nee, helemaal niet. En nee. Zal dat gebeuren in de toekomst? Oh, ik heb in Amsterdam jaren in een verpleeghuis gewerkt in Amsterdam-Oost... En daar zitten heel veel moslims. En wij hadden ook veel moslimsterfbedden. En die zijn gewoon anders dan zeg maar, het gemiddelde beetje pseudo-christelijke Nederlandse sterfbed. Het is gewoon een andere manier van doodgaan. En daar is gewoon ruimte voor. Er is helemaal geen... We hadden het geluk dat veel van onze verpleegkundigen, die waren zelf moslima. Dus die waren een mooie, zeg maar, intermediair. Een moslim wil eigenlijk biddend sterven. En dat is de ideale manier om dood te gaan. Terwijl een arts van zeg maar mijn type, die denkt je moet helemaal niet biddend sterven, je moet makkelijk sterven. En dus van mij krijg je een beetje morfine. Maar een moslim die wil dat niet. Die wil dus niet dat die pijn wordt weggenomen zodanig dat ze helemaal suf zeg maar, de wereld uitdrijft. Ze willen wakker de wereld verlaten. Het is een beetje een paradoxale wens, maar daar hou je gewoon rekening mee. Dus ik vind dat je als hulpverlener heb je geen... Wat jij wil van de dood, dat is mooi, dat moet je maar regelen voor je eigen dood. Maar je bent ingehuurd om de dood van degene voor wie je zorgt, om die te regelen zoals diegene dat wil. En dan moet je meegaan bij een moslimsterfbed, ga je mee met die wens om zeg maar biddend, wakker te sterven. Dat geeft vaak een clash.
Vaak willen deze mensen ook, die willen ook naar de intensive care. In een situatie waarin de doorsnee Nederlandse arts zegt, dat gaan we niet doen, dat is onzin. En dat is heel lastig. Want er is natuurlijk niks erger dan het gevoel dat men voor jouw vader of voor jouw moeder niet alles deed. Dat ze haar maar hebben laten gaan. Dat is afschuwelijk. We hadden een moslimman in ons huis, dus heel erg dement. Hij at niet meer. En normaal zeggen we dan, nou, niet erg, want dit gaat niet goed. Hij droogt uit, gaat hij dood. Nou, die kinderen waren dat er absoluut niet mee eens. Ja, dus die eisten dat we die man een neuszonde gaven. Nou, die trekt hij er meteen uit. Toen eisten ze een pechzonde, PEG, percutane enterogastrostomie, waarbij je een gaatje maakt in de buikwand, zodat het voedsel met een slangetje meteen in de maag terechtkomt. Wij zeiden altijd pechzonde met CH, want als je zo'n ding in je buik hebt, dan ga je helemaal nooit dood. Dus die jongens, die twee zoons van iemand, die eisten dat wij die zonde zouden inbrengen. Dat is waardeloos eigenlijk, hè? Want je denkt als Nederlandse doorsneearts, dat ga ik niet doen. Dit is gewoon niet goed. Maar ja, als kind van een moslimvader denk je van, het is er te veel, ze willen het niet. Daar zijn we niet goed uitgekomen. Wij hebben toen gezegd, een beetje gemeen tegen die jongens, luister, ik ga het niet voor je regelen, maar als je een chirurg kunt vinden die dat wil doen, dan gaat hij daar naartoe. Dat is natuurlijk een beetje gemeen, die konden ze niet vinden. Maar we hadden allemaal een rotgevoel eigenlijk, nou, die man is overleden. Maar heb je toch een rotgevoel? Die kinderen hadden een rotgevoel, maar wij ook. Ja, eigenlijk heeft die man niet gekregen wat die kinderen, zeg maar, een goed nagevoel zou geven. Hè? Maar dat is denk ik een van de belangrijkste dingen. Als je zorgt voor stervende mensen, hè? We zeggen wel van bruiloft komt bruiloft, maar van een goed sterfbed, hè, komen goede sterfbedden. Dat is echt zo. Ja, dus als je, hoeveel mensen ik niet heb horen zeggen, ik wil niet gaan zoals, en dan komt het. Hè? Een helsverhaal over nog een keer intuberen, nog een keer een infuus. Als je slecht sterft, dan word je, als je dat een keer gezien hebt, dan denk je, oh god, als je dat mij maar niet aan, en dan word je zelf ook angstig. Dus een goed sterfbed kan leiden tot een goed sterfbed. Maar ik kan uw vraag dus niet, kijk, ik kan nou wel zeggen, oh ja, daar houden we rekening mee, maar de waarheid is, dat lukt helemaal niet altijd. Zeker op het gebied van intensive care geneeskunde, nee. Hiervoor aan? Ja, dankjewel. Wat is in deze eigenlijk de functie en de taak van een scanarts? De scanarts, het staat voor Steun, Consultatie, Euthanasie, Nederland. En het is een functie die is uitgevonden door artsen zelf in het begin. Omdat in de wet ook staat dat je moet, als je euthanasie toepast, moet je aan een collega die er niks mee te maken heeft, moet je vragen om mee te kijken, zodat die controleert wat ben je aan het doen. En die scanarts is door minister Borst, die Els Borst heeft het zo georganiseerd dat het gewoon betaald is. Dus ik ben zelf scanarts in Amsterdam. En dat is gewoon, dus als ik euthanasie doe, moet ik een scanarts bellen en die komt dan langs. En die moet ook de patiënt zien, persoonlijke ontmoeting. En die kijkt naar het dossier en die zegt tegen mij, volgens mij ben je goed bezig. Of niet. En die scanarts geeft een advies. En dat zijn ervaren artsen, die hebben veel gezien. Dus die kunnen op goede grond zeggen, je bent goed bezig. Maar ze kunnen ook op goede grond zeggen, volgens mij moet je dit niet doen. Maar het is een advies. Je kunt het rapport van de scanarts kun je naast je neerleggen en toch doorgaan met de euthanasie. Dan moet je wel karakter hebben, maar het kan. Over het algemeen is het niet verstandig. Dus je kunt beter, dan kan je nog beter een tweede scanarts zoeken, dat mag. En je mag één keer gaan shoppen, ja. Maar het is dus, In de gedaante van die scanarts komt dus komt zeg maar het Nederlandse volk op bezoek. En die komen even kijken, wat zijn jullie hier aan het doen? En die zijn goed onderlegd in de voorwaarden. Dus die weten van de hoed en de rand. En die rijken op een uur afstand. Als iets echt helemaal niet goed is, dan zeggen ze dat ook. Dus daar komt dat vandaan. Hier achterin, onder het balkon. Ja, ja, bedankt voor het verhaal. Het is altijd een hele complex materie. Zeker in de psychiatrie heb je soms mensen die een hele duidelijke doodswens hebben, suicidaal zijn, en dan later toch weer op terug kunnen komen. Hoe ziet u de rol van de verpleging, verpleegkundigen en verzorgenden? Ja, in het verpleeghuis is dat natuurlijk is dat vitaal. En het is zo dat de band die ontstaat als je
als je voor een ziek mens zorgt als verpleegkundige, dat is iets wat de dokter heeft dat niet. De dokter komt binnen, geeft een hand, gaat het een beetje. Maar die zit in het verpleeghuis, als je geluk hebt, hè, dan is er niet een al te groot verloop van personeel. Zodat dezelfde zuster of broeder, hè, die wast altijd die drie of vier mensen en ze weet precies wat die wil. Daarom heb je ook in een verpleeghuis, als het zomer is en er komen vakantiekrachten, pandemonium. Weet je, want dan vooral op mijn dementieafdeling. En want die weten, die nieuwen, die snappen helemaal niks. En dus meneer Jansen, die dus de hele avond loopt te schreeuwen om een sigaret. Als je die sigaret niet geeft, ja, dan verbouwt hij de hele keuken. Maar als je hem 4 sigaretten geeft, dan is er niks aan de hand. Maar goed, als je dat niet weet, hè, dus, en dat zijn van die dingen die kun je niet weten. Want dat staat nergens geschreven natuurlijk. Hè. Dus die band van de verpleging, als het gaat om zeg maar het uiten van zo'n doodswens, of het kijken naar hoe ongelukkig is iemand. Ik ben wel in consult geweest als euthanasiearts dan in een verzorgingshuis. Waarbij een mevrouw, ja, ik snap het eigenlijk niet zo goed dat ze dood is. Ze is heel erg dement. Maar ze was altijd wel leuk tegen mij, weet je. Zo van, leuk dat u er bent, dokter. Maar ja, dementen kunnen zo'n mooie laag van, zeg maar, standaard beleefdheden. Hè, dat gaat heel goed. Maar als je daar doorheen prikt, dan zit je meteen zit je in dichte mist. Een van de verzorgenden, die werd een beetje boos op haar. Die zei, u moet nou toch eens een keer eerlijk zijn tegen de dokter. En toen hadden ze een bandopname gemaakt. Over een hele week, hoe zij is als ze gewassen wordt. En dan ontstaat er zo'n gesprek met die zuster. En dan komt haar verdriet en haar machteloosheid en haar woede over het feit dat ze verzorgd moet worden. Dat komt dan naar boven. Dus mijn antwoord op wat is de rol van de verpleging, die is in dat soort situaties is dat vitaal. Omdat je nooit zo'n mooie, zeg maar, langdurige blik op een ziek mens kunt krijgen als je kunt krijgen door met de zorg te praten. In het expertisecentrum euthanasie werken we altijd met z'n tweeën, een dokter en een verpleegkundige. Altijd met z'n tweeën en dat is heel prettig. Niet zozeer als ik flauw val moet zij het overnemen, maar wel van heb jij dat nou ook gezien of vergis ik me nou? Of is die oudste zoon nou niet helemaal bij zijn hoofd? Of snap je, dat is leuk als je met z'n tweeën bent. Maar ik ben er erg aan gewend, in een verpleeghuis, als je in een verpleeghuis werkt als arts, dan kan je geen stap zetten als je niet gedraagt ten opzichte van de verpleging. Zijn de huisartsen in de zaal? Oh god ook, ja. Kijk, huisartsen zijn moppies hoor, maar die werken niet zo lekker samen met de verpleging. Weet je waarom? Niet huisartsen die zijn, je mag zo meteen protesteren, maar huisartsen die zijn heel erg op zichzelf aangewezen. En waarom is dat? Omdat een huisarts, die moet s'avonds om 11 uur in een buitenwijk bij een patiënt die nooit gezien heeft, moet ze een goed besluit nemen. Niet na eerst 17 mensen gebeld te hebben. Ze moet in een acute situatie, alleen zij zelf moet een belangrijk besluit nemen. Dat is een hele andere koek. Als je als arts in een gesticht werkt, zoals ik, dan heb je 17 zusters en broeders om je heen en die hou je allemaal in de gaten, snap je? En dan is het veel makkelijker om een goed beeld te krijgen van wat er speelt. Dus huisartsen zijn niet zo geneigd om naar die verpleegkundige te kijken en te vragen, zuster, wat moet ik doen? Doen ze niet zo gauw. Dus de verpleging is wel erg belangrijk. Een vraag. In Europa heeft eigenlijk elk land zijn eigen wetgeving op het gebied van euthanasie. Bijvoorbeeld Duitsland is heel terughoudend om historische redenen om euthanasie toe te passen. Is het mogelijk dat mensen uit Duitsland naar Nederland komen en vragen, kunnen we hier euthanasie hebben? Of is dat uitsluitend beperkt tot Nederlanders wat u doet? Moet je luisteren, in principe zeggen we nee, dat kan niet. Maar je weet hoe dat gaat, hè? CDA zegt in principe doen we geen kernraketten, maar we zetten er een paar neer, maar je kan nooit weten, toch? Dus ja, en we zijn hier in het Schumelgebied, ik ben zelf katholiek van huis uit, geen zorgen daarover. Maar het kan dus niet. Ik heb het 2 keer gedaan. Maar het waren mensen die, een man die kwam uit Amsterdam en die was Joodse man. Was onmiddellijk na de oorlog dacht hij, nou die Nederlanders, pff, dus die ging naar New York. Maar hij hield contact met zijn familie in Amsterdam. Hij dementeerde in New York en toen kwam hij naar Amsterdam om zijn euthanasie op te halen. En hij had geen Nederlands paspoort meer. Maar ja, ik dacht, hij heeft zoveel meegemaakt. En we hebben zoveel niet goed gedaan. Dit gaan we doen. Dus ik ben daarmee weggekomen. Maar dat is wel, het ergste wat je kan overkomen is, kijk, die euthanasie zat natuurlijk wel goed. Hè, dus die indicatie die klopte heus wel. Alleen het was geen Nederlander meer. En het ergste wat ze je kunnen aandoen is tegen je zeggen, dokter Keizer, dat had je niet moeten doen. Nou, daar kan ik mee leven. Nee, snap je. Dus
Het was geen, en ik heb het gewoon boven de tafel gedaan en gezegd wat ik aan het doen was. Maar we hadden, vorig jaar hadden we een aanmelding bij, onze, bij ons expertisecentrum van een Engelse professor. En die, er was een bekende hersenonderzoeker. Ik kende hem toevallig uit zijn werk. En niet persoonlijk, maar gewoon, ik had wel eens iets van hem gelezen. Dus ik schrok een beetje toen die, maar goed, en die vroeg hem uit en die had ALS. ALS is die, die langzaam progressieve zenuwziekte waarbij de verlammingen heel snel toenemen en je. Dus dat is wel, op papier is dat een hele goede indicatie voor een gesprek over euthanasie. Hem hebben we bijgehouden met Zoom-sessies en zo. En toen heb ik wel toestemming gevraagd ook aan, de, aan mijn club, dus het expertisecentrum. Vinden jullie het goed als we hiermee doorgaan? En, maar hij is op eigen kracht overleden. Maar toen hadden we wel alles in gereedheid gebracht om hem, als hij dat wilde, naar Nederland te halen voor zijn euthanasie. Daar waren dus geen juridische beperkingen. Maar het blijft dus, dus deze man, hè, die zou dan zelf zou die een bed hebben moeten regelen in Nederland. Wat natuurlijk lastig is. Je kan moeilijk in de Hilton gaan liggen voor euthanasie. Hè, dus dat was lastig. Hier in het midden. Momentje mevrouw, er was eerst hier nog een vraag. Oh, wacht even, wacht even. Ja, dank voor uw verhaal. Ik werk zelf in de zorg en ik heb een vraag over humaniteit. Hoe humaan vindt u het dat een getraumatiseerde man die een euthanasiewens heeft, zich heeft aangemeld bij het expertisecentrum voor euthanasie en daar al 3 jaar op de wachtlijst staat en dat men hem om de 3 maanden laat weten dat er geen team beschikbaar is? Dit gaat om psychiatrie. Ja. Ja. Ik kan daar geen antwoord op geven. Het is zo dat de Nederlandse psychiaters, ik generaliseer even een beetje, maar de Nederlandse psychiaters zijn heel erg ongenegen om in te gaan op een euthanasieverzoek. En ik heb het eerder gezegd, maar ik wil het nog een keer zeggen. Ik begrijp dat ook. Die terughoudendheid. Omdat psychiaters heel erg doordrongen zijn van het feit dat je je patiënt ook in de ernstigste ellende overeind moet houden. Moed moet blijven geven, ook al denk je, oh god, hoe redt ze dit? Ja, dus dat is een beetje het grondprincipe van een psychiatrische hulpverlening. Maar ze zijn natuurlijk ook wel tot een besef gekomen dat, sorry, ook in de psychiatrie, een psychiater zei tegen mij, er bestaat ook zoiets als kanker van de geest. Waarbij iemand zijn geestelijke functioneren en dermate ernstige martelmachine wordt, dat je ook daaruit verlossing mag vragen. Dus het kan. Maar Nederlandse psychiaters, kijk, ik doe bijvoorbeeld geen psychiatrie, want ik durf het niet goed. Binnen het expertisecentrum. Dus ik heb het een paar keer gedaan, maar ik ben er niet goed in, omdat ik begrijp het lijden niet goed. Ik ben geen psychiater, snap je? Ik ben, dementie kun je me altijd voor bellen, dat snap ik wel. Ik heb dat in alle stadia gezien en ik heb daar tientallen jaren, letterlijk, heb omgegaan met dat soort mensen. Maar bij psychiatrie ben ik een beetje knullig. En dus ik denk, ik moet het niet doen. Omdat ik bij psychiatrie heel, nou ja, ik heb niet een goede expertise. Ik moet dat niet doen. Ja, maar het kan ook. Het kan niet omdat de Nederlandse psychiaters het weigeren. Wij hebben 3 psychiaters in dienst. En die, 3. En dat zouden er 30 moeten zijn. Dan moet ik u wel zeggen dat kenners van het veld, die zeiden toen dit hele initiatief geboren werd, hè, van een expertisecentrum euthanasie. Dus het idee is, als je met een lastige euthanasie zit, hè, bel ons. Nou, dat had je beter niet kunnen roepen. Hè, want in de psychiatrie zijn er honderden aanmeldingen. Er is op geen, en 95%, sorry, gaat helemaal nergens over. Ja, maar probeer ze er maar uit te vissen, hè, die 5%. En daar hebben we geen psychiaters voor. En wij doen alles eraan om psychiaters voor te lichten en over te halen en te vragen, denk nou eens mee, kijk nou eens naar die ellende, weet je zeker dat je het nooit wilt? Maar het lukt niet erg, nee. Nou, dat is niet humaan, maar het is natuurlijk wel zo dat het feit ligt daar en wij kunnen er niks aan veranderen. De Nederlandse psychiaters die zouden die handschoen moeten oppakken en daar iets mee doen. Ja.
Ik hoop dat de vragen een beetje duidelijk werden door de antwoorden ook. Sorry, ik was de hele tijd onder het balkon bezig, dus ik zie de mensen boven eigenlijk niet. Heel fout. Maar u stond al lang te wachten. Ik hoop dat we u horen en anders herhaal ik het even. U vraagt mij of als iemand door de verpleging, door de verzorging wordt bejegend in een manier waarvan je mensen zegt, nou, dit is toch wel, het einde komt er nu toch wel aan. Hè? We gaan mevrouw en de familie voorbereiden op het feit dat ze gaat hemelen. En u vraagt aan mij, heb jij niet een mooie priemende vraag waarbij je deze prognose, die dan op korte termijn zeg maar heel slecht is, waarbij je deze prognose eenduidig zou kunnen vaststellen? En het antwoord is nee, ik heb geen idee. Nee, ik heb wel een paar keer in het verpleeghuis vragen mensen altijd, wanneer gaat mama dood? En als je zegt, nou, morgenavond om 7:53, denk je, ja, dat zal wel niet. Dus dat bedoelen ze niet. Maar ze willen wel weten, ja, hoe lang gaat dit nog duren? Omdat men bij een stervende wil men aanwezig zijn, wil dat waken, en men wil graag waken. En wij zeiden altijd, als ze gaan waken, dat is, je kunt sterven een beetje vergelijken met een bevalling. Weet u, ik heb van mijn hoogleraar geleerd, als een bevalling te lang duurt, dan komt dat omdat de dokter te vroeg heeft gezegd, het is begonnen. Ja, zo eenvoudig is dat. En dus, als de dokter zegt, de bevalling is begonnen, dan willen ze binnen 24 uur een baby. En verder geen gezeur. Maar zo met sterven is het ook zo. Dus als je als hulpverlener, als dokter of als verpleegkundige hebt gezegd, nou, dit is wel de laatste fase hoor, weet je, dan willen ze ook binnen 24 uur, willen ze wel een dode. Ja, sorry, maar dat is dan wel. En dat gebeurt heel vaak niet. Hè? Dat gaat dus vaak helemaal niet goed. En dus ik heb één keer tegen de familie gezegd, niks is zo moeilijk op een sterrenbed als dit soort hele belangrijke vragen, maar je kunt ze niet beantwoorden. Hè? Dus dat je tegen de familie zegt, weet je, ik heb net de bloeddruk gemeten, dat had ik ook gedaan, en die was eigenlijk perfect, zijn normale hartfrequentie, ze ademde goed, volgens mij was ze helemaal niet uit. Dus dan zeg je tegen de familie, weet je, je kunt wel naar huis gaan. En dan de laatste familielid stormt weg in de auto, en dan blaast zij de laatste adem uit. Lekker. Ik denk, aan dokter Keizer moet je erbij hebben, dan weet je tenminste wat er staat te gebeuren. Dus ik vind dat heel ingewikkeld. Ik heb bij dementie heb je vaak dat we hebben een soort terughoudend beleid als iemand is dement, valt en breekt een heup. En dan hadden wij een soort vuistregel, daar zijn we een beetje vanaf, een soort vuistregel waarbij we zeggen, weet je, als ze nog liep, dan sturen we haar naar het ziekenhuis. Als ze toch al niet liep, dan zeggen we, ga maar lekker in bed liggen. En dan zorgen wij met een beetje pijnstelling dat onze weer gauw komt halen. En de familie, die kende ik en die brengen hun moeder. De moeder is dement, komt naar ons pleeghuis. Hoogbejaarde vrouw. Op de eerste dag valt ze uit bed. Shit, dat is vervelend. Weet je, ze is nog helemaal niet gewend en breekt meteen de heup. Dus ik zei, je legt maar in bed. En ik durfde dat te zeggen, want ik kende ze. En dan zorgen wij wel voor haar en dan gaat ze binnenkort gaat ze wel dood. Nou, die heeft nog 4 jaar geleefd. Nee, maar dit is zo lastig. En die gebroken heup, het is wel goed om daar even over te praten. Het heupbeen bestaat uit een schacht met een beetje een oversteek naar die kop die in de kom zit. Die oversteek, dat is de nek. Dus de dijbeenhals heet dat. Die breekt vaak. Hè. Dat is een gebroken heup. En het is zo dat de chirurgen hebben dus heel vaak, oké, dus die mevrouw die loopt nog en die stuur ik in. En die chirurg die kijkt naar die mevrouw, die denkt, ja, hij stuurt erin, hij zal ook wel weten wat hij doet, dus die gaat opereren. Nieuwe heup gaat erin, dat wil zeggen, of een schroef, maar dat is fluitje van een cent. Ze komt na 2 dagen terug en nou gebeurt er dit. Die vrouw is meteen delirant, dat is acuut verward. Dus als je met iemand met een dementieel syndroom, als je die in een beetje traumatische manier verplaatst, hè, van situatie A naar situatie B, dan raakt ze meteen het spoor bijster. Dus die vrouw die komt compleet verward, dan komt ze terug. Met een mooie heup, waar je niks aan hebt. Want je kunt haar niet instrueren. Lieverd, je moet met je linkerbeen uit bed en je moet zo slapen. En dit mag je nooit doen. Nee, maar begrijp je, dat soort instructies heeft geen enkele zin. Dus ze komt dan nog 6 weken aantobben bij ons en gaat dan toch dood. Nou, chirurgen nu, dus een jonge chirurg is er net op gepromoveerd. Dit is geneeskunde met zeg maar een nieuwe grens.
bij een heupfractuur zeggen ze nu, iemand wordt ingestuurd, dus de verpleeghuisarts heeft nagedacht, de huisarts heeft nagedacht, komen in het ziekenhuis, want ze hebben ook pijn. En je wilt ook als huisarts, wil je wel weten, is hij nou gebroken of niet? Het is ook wel fijn om dat te weten. Dus ze gaan naar het ziekenhuis voor diagnostiek en dan zegt de chirurg, we doen even niks. We maken de foto, we zien het, hij is kapot, we weten wat we zouden moeten doen, dat is protocol. Ja, maar een protocol is een plattegrond. Maar op een plattegrond van een stad zeg ik altijd, zie je nooit die hond die achter een auto tevoorschijn springt. Die staat niet op de plattegrond. Dat is het verschil tussen een plattegrond en het werkelijke leven. Dus de chirurg die zegt dan, we doen niks en we gaan in gesprek met die vrouw, met die man, met de familie. En dan vragen we, een beetje nadenkend, wilt u geopereerd worden? En dan is het bijna 40, soms 45% van de mensen die zeggen, nee, laat me zitten. Vind je geweldig? En dan gaan ze dus zonder die narcose, zonder die verwardheid, gaan ze terug naar hun verpleeghuis. En daar, soms sukkelen ze nog een jaar door, maar meestal zijn ze dan toch na een paar weken overleden. Dit gaat dus tegen alle protocol in. Dus je hebt een gebroken heup, maar moet je opereren? Nee. Je gebruikt je boerenverstand, nou, je boerinnenverstand, en dan zeg je, wachten dit even af. Dat kun je trouwens ook met je familielid in het verpleeghuis, kun je dit bespreken, hè? En zeggen, denk erom, als ze naar het ziekenhuis gaat, eerst tot 10 tellen en dan gaan we iets doen. Was hier een mevrouw die reageerde net op, er was een reactie op. Even iets vragen naar aanleiding van dat verhaal. Naar aanleiding van dat verhaal van die Engelse professor. Stuurt u ook wel eens mensen door dan bijvoorbeeld naar Zwitserland, dat u ze daarop attendeert? Nee, dat doe ik nooit. Nee. Moet je luisteren. Wat ik wel doe is, want ik heb natuurlijk wel in mijn werk dat ik kom op bezoek bij iemand en die zegt ik wil dood. Nou, dat zeggen ze ook niet zomaar. Dus die hebben huiswerk gemaakt. Dus daar zit altijd iets heel ernstigs achter. En ik wijs op het boek van Boudewijn Chabot. Het boek is €19,90. Bij bol.com, als je het vanavond bestelt, heb je morgen in huis. En daar staan dus een aantal haalbare methodes. Onder andere die heliummethode, waarbij je dus zelf, en hoef je niemand op te bellen, heb je niks te maken met een dokter, en dan kun je alleen met je familieleden sprekend, kun je je eigen leven op een humane manier beëindigen. En dus dat is, dat zeg ik wel tegen mensen, ja. En soms doen ze het ook, ja. Ja, bovenin nogmaals. Ja, dat vind ik een belangrijke vraag. Meneer vraagt zich het volgende af. Als je dan wilsonbekwaam bent en dement en je hebt het opgeschreven, wie haalt dan de hendel over? Wie neemt dan dat besluit? Nou, het is zo dat in die wilsverklaring, er is heel veel ruzie gemaakt over wat je op moet schrijven. En de Hoge Raad heeft gezegd, naar aanleiding van dus een collega in Den Haag, die een wilsonbekwame mevrouw haar euthanasie heeft verleend, heeft de Hoge Raad gezegd, want die vrouw had een wilsonbekwaam, die rammelde aan alle kanten. En toen heeft de Hoge Raad gezegd, ga dat nou niet lezen met een microscoop. De patiënt is geen jurist. De patiënt schrijft iets op in een bepaalde geest en probeer nou die geest te proeven in zo'n mededeling. Hij legt dat nou niet onder een microscoop. En dat vond ik heel prettig, want mensen zitten zichzelf af te beulen van wat moet ik nou opschrijven? Dus iedereen schrijft datgene op wat het minst interessant is. Iedereen schrijft op, als ik mijn familieleden niet meer herken, dan wil ik euthanasie. En dat is geen bron van lijden. Soms is het een bron van opluchting, maar dat is een ander verhaal. Nee, maar dat schrijven ze dus op. Als ik mijn familieleden niet meer herken, dan wil ik... Maar dat moet je niet opschrijven, want dat is helemaal... Er zijn helemaal geen mensen in een PG-afdeling die zitten te huilen omdat ze niet meer weten wie hun zoon... Die kom je daar niet tegen. Je komt wel veel mensen die tegen de portier zeggen dat ze... Fijn dat je er bent, Henk, want ze denken dat dat hun zoon is. Dat kom je wel tegen. Dus men schrijft het verkeerde op. Maar nogmaals, wat je moet opschrijven, vind ik, is... Als ik dement ben, wilsonbekwaam en doodongelukkig. En nou komt uw vraag, wie maakt dat uit? Nou, dat maken je kinderen uit. Dat maakt de verzorging, wie maakt dat uit? Dat maakt de dokter uit, dat maakt de scanarts uit. Die komen allemaal een keer op bezoek. En die kijken naar je. En die, luister, mensen zeggen wel eens, je weet nooit, bij dement, die weet nooit wat er in ze omgaat. Die denkt dat dat onzin is. Als je in een verpleeghuis naar binnen stapt en je vraagt aan de verzorging op een psychogeriatrische afdeling,
wie van jouw bewoners is ongelukkig? Kan ze ze zo aanwijzen? Weet je, dus je weet heel goed wie van je demente patiënten doodongelukkig is. En dan kun je, dan, dus die consensus die ontstaat, hè? Dus die artsen en de, je kinderen en de verzorging. Die collega Arends, ik mag haar naam noemen, ze heeft erover geschreven, in een boek over geschreven ook. Zij ging te raden op het eerst bij die vrouw zelf. En toen bij de verzorging, en toen bij haar echtgenoot. En toen bij een psychiater heeft ze er ook nog bij gehaald. Nou, dus dan maak je huiswerk en met z'n allen zeg je, nou dit is zo zielig, dit gaan we niet langer aanzien. En toen kreeg ze haar euthanasie. Dus dat moment wordt bepaald door jouw lijden, zeg maar. Door de mate waarin jij ongelukkig bent. Maar nu zullen er ook mensen zijn die van tevoren denken, maakt niet uit of ik gelukkig ben of niet. Als ik zo dement ben, dan wil ik eigenlijk dat ik er niet meer ben. En dat schrijf ik dan van tevoren op. Ja. En dan kom je op dat punt, maar dan ben je toch nog met je autootjes aan het spelen of zo. Ja. Dan zeggen de artsen, ondanks dat ik dat wil. Deze arts zegt, nee, dat doe ik niet. Ik ga geen gelukkige demente dood maken. Maar goed, luister, dit is niet volgens de wet. Volgens de wet mag het wel. Ik ken niet zoveel dokters die het doen, maar het kan. Het kan dus wel. En dat ik het nou toevallig vertik, dat is dan mijn probleem, maar het kan wel. Ik ben er niet kiel. Ja, ik heb natuurlijk, luister, dit is nooit wiskunde dit, hè. Je hebt altijd van die mistige overgangssituaties. Die mevrouw waar ik u over vertelde, waarbij ik naar de bandjes van de verpleging moet luisteren, om erachter te komen hoe ongelukkig ze is. Het is die vrouw, die kon ik niet op haar laatste dag, kon ik niet zeggen, mevrouw Jansen, ik heb hier de overdosis, dus je gaat nu sterven. Nou, als ik dat roep, dan gaat ze op de loop. Nee, snap je? Dus je moet het, je kunt het wel een beetje inkleden. En je mag ook zeggen, nu ga je lekker slapen en je wordt nooit meer wakker. Dus je kunt dat net zo dramatisch maken als je wilt. En nogmaals, mensen met dementie zijn natuurlijk heel gevoelig, hè, voor stemmingen in hun omgeving. Dus het is niet voor niks dat veel mantelzorgers ervaren dat als ze zelf kribbig worden, dan wordt hun man ook pissig. Dat is een bekend fenomeen, ze spiegelen heel sterk. Dus als jij in zo'n laatste situatie, zeg maar, opgewekt, sussend, zo iemand tegemoet treedt, nou, dan hoef je ook niet zo ingewikkeld te doen. Dit is de overdosis hoor, dat hoeft allemaal niet. Je kunt dat inkleden. En ik moet zeggen, daar heb ik geen slecht geweten over. Meneer, u stond nog even op. Een aanvulling op uw vraag? Oké, het antwoord was duidelijk. Dan gaan we afsluiten. Ik wil u hartelijk danken, Bert Keijzer, voor uw komst naar Maastricht. Voor deze interessante inzichten en het prachtige verhaal. Al is het natuurlijk een moeilijk onderwerp, maar het is heel belangrijk om het er met elkaar over te hebben. Ik denk ook dat veel mensen weer naar huis gaan en het nog weer eens met elkaar ook bespreken. Tenminste, voor mij zijn dit soort avonden altijd aanleiding om thuis met mijn ouders, zeker met mijn partner, dit soort dingen te bespreken. En dat doen we vaak te weinig. Dus ik ben blij dat u hiervoor naar Maastricht bent gekomen om ons in ieder geval weer even de gedachten erover te laten gaan. Ik dank u voor uw komst en ik hoop u ook terug te zien bij programma's die nog volgen de komende 2 maanden. Wij gaan weer van start volgende week met een heel druk programma. Dus dank u wel. Dank u wel, Bert Keijzer.